Goedemorgen, ik ben Oslin van Loosdrecht. Ik ben 41 jaar en we zijn op het distributiecentrum Pijnakker. En we staan nu in het koelgedeelte, 2 graden, om de spullen gewoon lekker gekoeld te houden. Dat rijden we vandaag. Een dubbele rit voor de Albert Heijn. Misschien hebben we straks nog een houdbaar rit, die is aan de andere kant. En dan zullen we zien waar we eindigen. Veel plezier. Ik zet nu de spullen naast elkaar, zodat ik bij de volgende klant, als ik de spullen eruit haal, dat ik gewoon 1 rij open heb voor retouren, karren, zwart fust, karton, et cetera. Daar gaan we weer. Bijna vol. En dan koffie. Kijk eens, boys. Het is nu 4:30. Normaal begin ik tussen 12 en 1 s'nachts. Dus het is iets later voor mij. We hebben net geladen. Nou, prima. Dus, gaan we lekker op weg. Dit is mijn vaste auto. Daar ben ik heel blij mee. Dus we gaan ervoor. We gaan even een bakje pakken. En dan gaan we op weg. Kom aan. Ik ben distributiechauffeur, zoals je ziet. Dit is de houdbaar kant en we hebben de vers kant. Nou, we rijden de karren van de DC dus naar de supermarkten door een bepaald gebied van Nederland. We hebben distributie Zuid, dus dan gaan we naar Vlissingen, Middelburg, Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, een beetje zo die strook en dat bevalt me prima. Het is goed te doen, dus gaat lekker. Ik zit in Spijkenisse. Bij de eerste klant uit straat. Gooi de auto even neer, bellen we aan bij de deur en wachten tot ze open doen. En dan kunnen we lossen. Dus we gaan het even doen. Boordcomputertje even invullen. Goedemorgen, vriendin. Goedemorgen. Hoe is die? We doen het Rema-kabeltje eraan. Makkelijk voor het kleppen hier, anders doet hij het niet. Dan kunnen we met de hand los. Maar we gaan. We staan binnen, dus lekker droog. Ideaal. En beta. We gaan een controle doen van het zegelkastje. Dus die dame kijkt even het nummer na. En dan, als het klopt, mogen we lossen. Mijn vriendin. Nou, dit is het. Je staat een beetje in je bak. Knopje in te duwen. Een lekker relaxed werk. Lekker rustig. Gangpad is weer vrij. Ze gaan nu alles inscannen. Dus dan nemen we de retouren mee. En dan zetten we alles weer op zijn plek. En dan gaan we verder. Dus here we go. Hoppa, naar boven, daar gaan we. Nou, retouren erop. Lossen zetten we altijd 3 karretjes erop, omdat het makkelijk is voor de filiaal medewerkers. Retouren laden, gewoon 5 zwartfust karren erop en dan gaat het ook wat sneller. Hoppa. Volgende. Moet ook gebeuren. Niet mijn favoriete ding, maar ach, hoort erbij. Het zijn lompe dingen. Ik hou er niet van, maar het hoort erbij. De klant wil ze graag kwijt, dus dan nemen we ze gewoon mee. Ik heb alles vastgezet. Het is een beetje puzzelen, maar ik ben blij dat ik technisch Lego heb gehad vroeger. Zoals je ziet, het staat allemaal weer netjes. Dus balkjes er tegenaan, deurtje dicht en papiertje invullen. Hoppa, 2603. Anders krijg je geld niet.
Ja. Dankjewel. Kijk eens, koffie. Koffie, koffie. Daar leven we op. Ga mee. Toppie. Toedels. We gaan de voorraad in de sluis. Voorraad eruit. Ideaal. Dus hoef je niet rommelen, te klootzakken om achteruit te rijden. Vul even de papieren in. Hoppa. Gedaan. Nou, de wacht op de deur. Ah, hij is open. Bekennen. Bedankt weer, jij ook. Ja, tot snel. Doei. Here we go. Aanbellen. Ik hoop dat ze er zijn. Toppie! We staan. Morgen! Wat we net netjes neer hebben gezet. Mag er nou uit. Ik werk al 13 jaar. Ik vind het leuk. Wat ik er leuk aan vind is, je komt in dorpjes met zo'n groot ding. Mensen geven je complimenten als je de hoekjes omdraait, nauwe straatjes inrijdt. Dat is gewoon leuk. Weet je. Een beetje waardering voor je werk is altijd leuk. Bij de klant is dat altijd gezellig. En ja, we doen het met veel plezier. Het is een sport om met zo'n ding de dorpjes en de straatjes in te rijden. Dat maakt mijn werk zo leuk. Het is lekker weer hier buiten. Ideaal. T-shirt. Zijn hier voor poppenstroom. En het is lente, dus een beetje wennen, toch? En je krijgt vanzelf wel warm van het werk. Deurtje dicht. Tegelkastje dicht. Dan gaan we de pijn hakken. Dus. We zijn er bijna. Nog één ritje. Papieren, koffie. Dan kunnen we gaan. Dan hebben we een ritje voor de boeg. Dan gaan we naar Katwijk. Het werk doe ik al 13 jaar en met winkeldistributie leer je echt rijden. Je komt in de dorpjes, in de straatjes waar je achteruit moet rijden. Smalle dingen, de verkeerssituaties die je tegenkomt. Elke gek kan rechtdoor rijden, dat is niet zo moeilijk. Elke gek kan achteruit rijden. Maar met distributiewerk dan leer je gewoon je auto kennen, het gevoel krijgen, de breedte, de lengte. En dat is belangrijk in het werk, dat je erin groeit. En zo heb ik dat ook moeten leren en dat is prima werk zo. Heerlijk. We hebben nu controle, dus dan worden de papieren gescand op het dok. En dan wordt er gekeken of de retouren allemaal kloppen, die het filiaal ingevuld hebt en die ze gescand hebben. Dus we gaan los. We zijn nu in het retourencentrum. Hier worden alle spullen die ik in de wagen heb staan, zet ik neer. Karren worden eruit gehaald. Hier worden ook kratjes gewassen, daar achterin. Allemaal opgestapeld op de pallets. En die worden weer opgehaald door vervoerders. Om weer het nieuwe product in te doen. Dus we gaan verder. Nou, die jongeman die komt er met de BT. De rekken eruit halen. En van de rest haal ik alles er zelf uit.
Morgen. Zo gaat het dus. Ideaal. Alles een beetje bij elkaar zetten. Zo zo netjes en makkelijk. Dankjewel, hè. En zo ga je met elkaar om op het DC. Troepjes eruit. Beetje gesorteerd, goed zetten. Zodat het voor de jongens ook makkelijker is om alles weer op te pikken. En dat ze het weer mee kunnen nemen. We zijn lekker snel gelost. Het is nu even pauzetijd. Dus even een broodje eten, kijken of het dok vrij is. Kan ik hem misschien al voor het dok zetten, zo niet wachten we even. Dus zoals je ziet, ik kan ook wel even lekker buiten staan om een broodje te eten, toch? Dat gaat prima lukken, denk ik. Gaan we naar de houtbakkant. Vanochtend hebben we vers gehad. Het is de houtbakkant. En dan is het iets warmer, aangenamer. En dan laat ik jullie zien wat we daar te pakken krijgen. Even bellen, aanmelden. Dan wordt ons nummertje doorgegeven dat ze ons kunnen laden. Daar hebben we het ons in. 159. Ja. Thanks mom, later. We mogen. Houdbaar. Iets andere karren, iets voller, zoals je ziet. Soms ook wel iets zwaarder. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon door. Karren worden gescand. Hij rijdt ze naar binnen. Zet ik ze goed neer, ik blok ze, dat de karren niet kunnen schuiven. Dus daar komen ze. Het is fysiek werk. Dat wel, maar ja, je blijft lekker in beweging en je zit niet de hele tijd stil. Kijk, met rijden zit je stil. Nu ben je lekker bezig. Dus een beetje die kar heen en weer gooien. Is goed voor je. Word al hard van. Ja, kom maar. Even aanbellen. Gaan we naar binnen, achteruit. Komt wel weer goed. Ik had liever buiten gestaan. Maar het is niet anders. We gaan lossen. Katwijk. 44 karren. Dus. Volle karren. De retouren staan nog klaar, dus dat is mooi. Het hoeft er alleen zo meteen gescand te worden. Dus dat is ideaal. Dan zijn we ook weer zo snel weg. Toer aan het laaien voor Pijnakker, dan gaan we terug. Bijna weekend, morgen nog even en dan komt het wel weer goed. Karretjes erin. Zijn de Pijnakker, even de laatste retouren lossen. Dan zit de werkdag er weer op. Papieren gedaan, papieren netjes ingevuld, datums ingevuld. Kenteken ingevuld. Kilometerstand. Boordcomputer netjes afgesloten, dus dat het allemaal klopt. En de chauffeurskaart afgesloten.
Dus nu zijn we uitgelogd en klaar. Naar boven, kaart uitlezen en dan zit de dag erop. Vandaag zijn we 4 uur begonnen. Normaal begin ik eerder, dus 12 en 1. Dus dat gaat morgenochtend gebeuren. Ja, wat het fijne hiervan is, ja, ik ben op tijd thuis. Zoals je kan zien, de zon schijnt. Het is lekker. S'nachts is het lekker rustig op de weg. Kan je lekker doorrijden. Het is ideaal en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Duimpjes omhoog, dan komt het goed. Later!